Onderzoek moet het nog uitwijzen, maar de boswachters weten het wel zeker. Iemand heeft de roofvogels vergiftigd. Je ziet dan dat de poten verkrampt zijn. Vaak zit er nog voedsel in de bek. Als er al strychnine gebruikt wordt, kijk je vaak blauw in de bek. Al die karpers, ook inmiddels met die korreltjes, die zie je ook vaak op prooiresten bij de dieren liggen. Dus op het moment dus dat je dat vindt, dan weten we al dat het mis is, ja. Het lijkt onbegrijpelijk dat iemand deze beschermde dieren vergiftigt. Wie doet zoiets? Bij Staatsbosbeheer weten ze wel in welke hoek ze het moeten zoeken. Het kunnen bijvoorbeeld vogelaars zijn, kunnen duifhouders zijn. Er kunnen pluimveehouders zijn, mensen die kippen buiten belopen, die de dieren missen. Van allerlei groepen mensen die daar mee te maken kunnen hebben. Want al zijn het hele mooie, bijzondere dieren, kippenboeren bijvoorbeeld, zijn er helemaal niet blij mee. Eén keer kwam ik van mijn werk terug, toen zag ik dat hij er bovenop dook, een havik. Maar dat was een havik. En dat is hebbers en wegwezen, hè. Ja, daar ben je niet blij mee. Nee, natuurlijk niet. Ik heb liever mijn kip, maar die haven is dat een ding wat logisch is. Als er gif in de roofvogels gevonden wordt, wordt het geanalyseerd. Via het gif hopen de boswachters de daders te vinden.